Christ der, du bist der hele taak is een partita. Dat betekent dat het een reeks van variaties is. Voor orgel zijn het dan altijd variaties over een koraal. En Christ der, du bist der hele taak is een aantal variaties over een avondlied. Deze partita staat in de toonsoort F klein. En het bijzondere van F klein is dat het in de stemmingen van de vroege 18e eeuw een toonsoort was die niet op alle plaatsen zo zuiver klonk. En dat draagt ertoe bij dat dit stuk een wat donkere sfeer heeft. Eigenlijk heel passend bij een avondlied. Het probleem van F klein in die oudere stemmingen ligt niet zozeer in het F klein akkoord zelf, als je dat speelt. Dat is heel goed te verdragen. Maar componisten moduleren vanuit de hoofdtoonsoort naar andere toonsoorten. De parallel van F klein is as groot. Het is eigenlijk onmogelijk om in F klein te spelen en te componeren zonder in as groot ook eens uit te komen. En dat gebeurt hier al aan het eind van de eerste regel. Ik speel hem maar extra lang, zodat we daar wat leiden. Dat is een niet erg zuiver akkoord. En als je het stuk in G-klein zou spelen, dan moduleer je naar best groot, dan heb je helemaal geen problemen. Dat loopt aanzienlijk beter af. Dat heeft Bach natuurlijk ook geweten. En hij zal toch bewust voor het F-klein gekozen hebben. Ik heb ook wel een moment getwijfeld, ook nog kort voor de opname, of ik het stuk eigenlijk wel moest spelen hier. Wat heel troostrijk is, dat is dat in het koraal zelf en ook in de variaties die asgroot wendingen aan het begin zitten. En later komen er wendingen naar toonsoorten die veel beter gaan. En dat is natuurlijk een heel prettig verloop. Even over de helft gebeurt er dit. Stralend C-groot akkoord uit. En als je je daarvoor openstelt, is dat verloop binnen zo'n koraal van wat moeilijk liggende akkoorden naar stralende akkoorden heel avontuurlijk en heel erg de moeite waard.